Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe dagelijkse vlog. Het is de tweede nu. Mocht je de eerste gemist hebben, dan moet je gewoon even kijken de video's. Dan kan je de eerste ook kijken en een update te geven. Het waren als wekelijkse vlogs, maar aangezien ik dus op mijn werk dus kan uploaden waar ik internet heb en hier dus niet, kan ik dus elke dag vloggen. Alleen dan komt dus bijvoorbeeld de vlog van maandag, dinsdag online en zo door. En mijn telefoon gedaan, die heb ik net even aangezet, want die was leeg, dus ik heb even opgeladen. Dus als je denkt, het gehoord, zijn ook mensen die geen leven hebben, mij dood hebben. Dus. Voor de rest, ik ga nu een lekkere sigaret draaien. Mijn dag was druk. Ik heb echt op het werk vandaag de hele fucking dag gefotoshopt. Maar wat heb ik gefotoshopt? Nou. Het nieuwe logo voor BJB Movies. Of ja, de profielfoto. Nieuwe profielfoto voor BJB Media. Nieuwe profielfoto voor mijn dagelijkse vlogs, dit kanaal. De banner voor dit kanaal. De banner voor BJB Movies. De banner voor BJB Media. De banner voor LAB Music. En de banner voor LRCB Music. En tussendoor moet ik nog wat opdrachtjes zo tussendoor doen. En ik ben nog niet klaar, want morgen moet ik dus dadelijk ga ik dus een nieuwe video monteren die ik heb opgenomen samen met die Pomokier. Die Shadowwax af. Jazeker. Hij is een Team Rocket, pas op voor hem jongen, hij jatso je Pikachu. Mensen denken, wat de fuck heb ik er nu over? Maar ik ga even duidelijk maken. Precies, Jesse heb ik in de building. Nee, iedereen weet dat dat niet jouw is. Ja, ik heb dus boodschappen moeten halen. We hebben dus 8 pakken chocomel gehaald. 2 pakken suiker. 3 pakken koffiefilters. En dan voel je je stoer. En 12 pakken melk. En dan voel je je heel stoer zeker. Ja. Oh. Echt die gangsters drinken melk. Ja. En nog iets leuks. We hebben iets heel grappigs hier staan. Dat is een asbak. Dat? Is een asbak. Even te vergelijken hoe koud en groot dat ding is, ga ik mijn hand dan nu naast leggen. Yeah! Drink daar maar eens koffie uit, bitch. Of niet, joh. We gaan even van de binnenkant. Dat gaan we even aan de binnenkant van het kommetje bekijken. En wat je hier ziet liggen, dat is een heleboel peuken en een heleboel as. En die asbak hebben we gisteravond gekregen. Dus. Asfalteren die al. Dus. Wij roken niet veel. Er liggen nu denk ik een stuk of 30 peuken. En 2 sigaren volgens mij. Nog erger toch? Ja. En dat is wel leuk om te laten vertellen. Om te laten vertellen, ja. Nederlands is heel goed voor mij, man. Nederlands is mijn beste vak, man. Ik ben een vakman. Nederlands is mijn beste vakman. Moet je ook al gaan zitten in die stoel? Ja. Hier, laten. Maar als die asbak helemaal vol is, tot eraan, ga ik daar een foto van maken. Dat vind ik vet. Misschien kan ik er ook nog een leuke video van bedenken. Bijvoorbeeld die asbak om mijn kop omgooien of zo. Ja. Laat maar, nu heb ik iets kut gezegd. Ik zou het nu echt gaan doen, want ik heb een camera gezegd, wat verdomme. Kut. Maar ja, we zien wel iets, ik kan er wel een schapje mee bedenken. Pas wel, hoop ik. Met lul. En voor de rest, mijn dag, ik heb dus een nieuwe video opgenomen. En om iets te vertellen, ja. Vogels hebben ook maar vleugels. Ja. Meer zeg ik niet. Je ziet het over 2 weken vrijdag. Het is niet deze vrijdag, maar die week erop. Dus dat is over 1 week vrijdag hierop. Ik kan die jonko niet meer roken. Nee, ik ben al 5 maanden gestopt met jonko's. Geen idee. Ik vind het wel geil. Jij ook? Ja, man. Ja, best geil, hè? Ja. Ja. Heb je nog wat te vertellen aan onze lieve kijkers? Ja, ik ben me echt geschild het dik hier met die bitcoin met biljonair bullshit. Als jullie er komt, omdat hij getikt is. Ja. Omdat, gaan we hier niet hier woont. Ja, dat is waar. Ja toch? Ja. 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 Ja.
Ja, zeg ik eens wat. En ik heb vandaag friet gegeten. Mmm. Smaf, smaf. Smaf van de smafbef. Lekker, lekker. Ja, oetskip de proetski. Lekker boti boti. Heb ik nog meer te vertellen over mijn dag? Eigenlijk niet. Oh. Of volgens mij staat die camera helemaal verkeerd. Of volgens mij zit die gewoon niet alleen in mijn pet te filmen ofzo. Serieus? Volgens mij wel. Oh. Oh ja, volgens mij valt dat het... Dat vind ik wel jammer. Oh, nee, het valt nog mee. Volgens mij was ik wel in beeld. Redelijk. Maar, dan gaan we nu even normaal zetten. Sorry, ik had de camera even niet goed staan. Dan let ik even niet op. Ja. Ik had ook niet anders. Maar dat maar gewoon. Zonder veren. Morgen moet ik werken. Werken. Lekker. En even één ding, bel nooit de sekslijn, want als je dan krijgt... Ah, maar denk van, dat is ook de Stef of een kanaal. Dat is alleen maar iemand die wij snappen, die zou het uitvinden. Dus die humor zal je waarschijnlijk wel snappen als je ooit hier komt wonen. Maar die humor wil je niet snappen, waarom? Je wil hier niet wonen. Zo simpel is het. Want om het even te zeggen, op het terrein waar wij wonen, wonen heel veel mensen met syndroom van Down, oftewel Mongolen! Sorry, moest even. Dus, toen was ik bij mijn moeder in het weekend. Ja. En waar mijn moeder en haar vriend een spelletje aan het doen. Het was een soort van quiz, triviaak of hoe heet dat geneuks. En dan komt Ludie, zo heet de vriend van mijn moeder, aan. Wat is de hoofdstad van Mongolië? Hoor je mij? Dalzicht! Zo heet het gesticht. Fucking girl. En morgen, dat lieg ik, zaterdag, dus voor jullie wel morgen eigenlijk, op morgen, want die pas online is, of maar, you get the point. Ga ik nieuwe schoenen kopen en een nieuwe jas. Niet dat enige ding toevoegt in deze video, maar het is gewoon lekker om te zeggen, want ik voel me trots. Nieuwe Patas G. Nieuwe Chaka G. Kun je nou gewoon warm weer zijn? Fucking heb je voor een paar nieuwe Patas. Ziet dat? Dus kun je zien hoe weinig we krijgen hier. We zijn nog blij als we op een dag friet mogen gaan eten. Nee, eten van hier maar niet te kan. Dus serieus, het eten van hier is niet weg te krijgen. Geen disrespect naar de mensen van de keuken. Ze zullen waarschijnlijk wel kunnen koken, maar wat ze hier doen is niet koken. Wat ze doen hier, stomen. Dat is goor. Zo goor als Gordon. Snap je? Oh my god. Die was echt... Ik weet wat ik weet. Ja. Knip dat woord maar uit. Doe ik een piepje. Dat was echt. Poef, dat is slecht. Ja, eigenlijk heb ik geen ene reet meer te vertellen. Dus het enige wat ik jullie ga zeggen is: ik zie jullie morgen. Later.